Hey, leuk dat jij weer een video komt kijken bij mij vandaag. Ik ga vandaag met mijn EOS aan de slag. Ik wil proberen een Halloween Limited Edition EOS te maken. Dus zoals je ziet, ik ga met acrylverf aan de slag. Ik heb met potlood alvast een leuk Halloween zombietje getekend. En ik ga nu beginnen met verven. Kijken of dat te doen is, of dat lukt met verf. Ik begin eerst met de... Welke laag zal ik beginnen? Nee, ik ga gewoon denk ik toch eerst met de groene laag beginnen. Ik had het geprobeerd eerst met groene verf, maar het dekte niet. Dus ik heb het maar weer gewoon eventjes eraf gehaald. Dan ga ik nu eerst even inspuiten met grondverf, primer. Jammer genoeg heb ik per ongeluk de grijze gekocht in plaats van wit. Maar nou ja, goed. We gaan het gewoon kijken of het hiermee lukt. Nou, mijn eerste makeover... Ik heb een laagje grondverf gedaan en dan ga ik nu weer met potlood aan de slag, want ja, mijn tekening is natuurlijk nu weg. En daarna ga ik beginnen met groene zombieverf. Ik heb wel 3 of 4 keer moeten verven, omdat mijn groene verf dekte toch niet zo heel erg mooi. En dan ga ik nu verder met de haren. Nou, dit wordt al wel heel erg leuk, toch? Zo? Nou, dan ga ik nu even met zwarte verf het gezichtje tekenen. En een leuk wondje zo aan de bovenkant. En dan nog 1 wondje erbij tekenen. Nou, ik vind het echt heel erg leuk geworden. Mijn eigen special edition Halloween zombie EOS lipbalm. En ik ga straks na de video nog even een top coverage doen. Dus een doorzichtig, staat er ook clear varnish, een doorzichtig laagje erop spuiten. Zodat het ook watervast zal zijn en dat ik het niet per ongeluk eraf kan schrapen als ik eraan zit. Nou, ik zal nu even zo voorzichtig mogelijk proberen mijn lipbalm voor je open te maken. Want mijn zombie is groen en daar wil ik natuurlijk ook groene lipbalm bij. En ik had een poosje geleden groene, even kijken, wat was voor smaak ook weer? Mint, een soort pepermunt smaak lipbalm gemaakt. Nou, dit kan je gewoon zelf ook heel simpel maken en dan heb je dus je eigen Halloween zombie lipbalm. Ik heb dit in een andere video gedaan. Ben je benieuwd hoe ik dit dus zelf in mijn EOS bakje heb hervuld? Ik zal hier voor jou in beeld een link plaatsen naar de video waarin ik jou laat zien hoe je heel simpel zelf je eigen pepermunt lipbalm kan maken in jouw EOS bakje. Nou, ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Dat jullie mijn Halloween lipbalm idee leuk vonden. Vind je dit hartstikke leuk? Nou, misschien ga ik volgende week dan ook weer een special edition Halloween EOS lipbalm maken. Of misschien balmy lipbalm. Laat me weten of je dit leuk vond en laat me weten wat jouw ideetje is. Ik zat nog te denken, een mummy zou bijvoorbeeld hartstikke leuk zijn. Maar zo zijn er ook nog wel veel meer leuke ideeën. Ik zal ze hieronder lezen bij de reacties. Ik lees altijd alle reacties zelf. Ook al heb ik geen tijd om te reageren, ik lees ze wel altijd zelf. Vond je deze video leuk? Vergeet de video niet een like te geven. Maandag lipbalmdag wil je die dus ook voortaan volgen en mijn maandag lipbalmdag video's zien? Hier kun je mijn kanaal abonneren. Hieronder zie je het kanaal van mijn man, Gamer Papa. Die maakt ook hele leuke video's. Misschien vind je deze video wel leuk en ik plaats hier een link naar al mijn maandag lipbalmdag video's. Doepa doe!